In ons jaaroverzicht gaan wij ook politiek Suriname 2021 evalueren. En dat gaan wij doen met politiek analist Jack Menke. Welkom erbij, meneer Menke. Om te beginnen, politiek en democratie in Suriname 2021. Hoe ging dat? Ja, geen makkelijke vraag. Want om te beginnen, politiek heeft te maken met hoe je de belangen van groepen en individuen behartigt. Mm-hmm. En dat doen we op een westerse manier, ja, via politieke democratie en rechtsstaat. En makkelijk gezegd, politieke democratie kent iedereen, want is wanneer we naar de stembus gaan, we kiezen vertegenwoordigers. Mm-hmm. En die vormen een regering en die moeten onze belangen behartigen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk een heleboel regels. En ja, voor de bevolking, om het te begrijpen, er zijn in ons democratisch bestel 3 machten. Toch? Dus we noemen het scheiding van de machten. Rechterlijke macht. Ja. Hoe heet dat ding? Een parlement, wetgevende macht. En uitvoerende. En de regering, ja, uitvoerende macht. Die 3 dingen. Maar die 3 dingen op papier moeten onafhankelijk zijn en gescheiden. Ja. En daar begint het probleem. Want die democratie van ons is, laten we nemen vanaf de onafhankelijkheid, is het eigenlijk niet alleen zigzag gegroeid, maar met veel hobbels, dus behalve die militaire coup, zie je na 1987 een nieuwe grondwet. Mm-hmm. Weet je, waarin de rechtsstaatgedachte weer verankerd is met trias politica. En we krijgen dan, hoeveel verkiezingen? 8 verkiezingen. Yeah. En dan zie je dat wat we willen, die belangenbehartiging van groepen en individuen. En het gaat om allerlei groepen hoor. Mm-hmm. Dus niet alleen, weet je, etnische groepen. We praten altijd over etnische groepen. Yeah. Maar het gaat over religieuze groepen, culturele groepen. Allerlei, eengezins, samen, hoe noem je dat, families. Alle groepen moeten eigenlijk, weet je, dus hun belangen goed behartigd zien. Yeah. En ik denk dat het grootste probleem is geweest in 2021... de 8e verkiezing vanaf 1987. Okay. Dat we zitten met, laat me goed tellen, de 5e consensusregering. Mm-hmm. Dus dat zijn regeringen een beetje oude stijl, waar je probeert verschillende partijen die verschillende groepen vertegenwoordigen bij elkaar te zetten. Dus het is de 5e consensusregering vanaf 1987. En dat is de regering Santokki. En die zit met 4 partijen in de regering. En ik denk dat al vanaf het begin het grote probleem van die consensusdemocratie is. Dat je eigenlijk het staatsapparaat begint te verdelen in stukjes. Waardoor je een partijen en een etnische staat krijgt. Weet je, je krijgt 17 ministeries, daar worden ze verdeeld. En dan zie je dat eigenlijk al die politieke democratie die de belangen moet behartigen voor een eigenlijk deel wordt verkaveld en ook voor een deel wordt uitgehold. En hetzelfde hebben we gehad met die 3 populistische regeringen. Weet je, we hebben dus gehad 1996, weet je, NDP aan het roer, ja. 2010, 2015. Bij die populistische regering zie je iets anders. Zie je dat eigenlijk die populistische leiders in naam praten van het volk, toch? En zich associëren met de gewone man en vrouw. Weet je, de real people, mm-hmm, weet je, de ghetto, weet je, we represent de ghetto yeah, boys en girls. Yeah. Santokki heeft het voor een deel proberen over te nemen. En dan zie je dat daarmee eigenlijk ook voor een belangrijk deel, weet je, de kiezers worden misleid. Ze krijgen het gevoel van, weet je, de regering staat voor de real people. Terwijl eigenlijk die belangen van de onderkant, weet je, alleen maar worden behartigd met, weet je, populistische maatregelen als pakketjes, ja, of hoe heet die dingen? Dus grondbeschikkingen. Grondbeschikkingen en eten voor op school. Ik ben vergeten hoe dat ding heette. Ja. Maar goed, ja, dus die maaltijdtoestanden. Maar de belangen worden niet behartigd, waardoor een goede fundering wordt gelegd. En dus regering Santokki vroeg van, hoe is het 2021 geweest afgelopen jaar? Heeft eigenlijk te worstelen met dat probleem dat die fundering van die politieke democratie dus niet is zoals het zou moeten wezen. En het, mm-hmm, wordt steeds verder uitgehold. Oké,
hele duidelijke uitleg. Maar ik vraag me dan toch af, meneer Menke. Wat ook al heel lang speelt, is de kwestie grondenrechten. En ja. We merken dat er bijvoorbeeld ook weinig aandacht is voor het binnenland van Suriname. Het is, Paramaribo lijkt wel een waterhoofd. Waarom is het zo moeilijk om de grondenrechten nog eens eindelijk toe te kennen of te erkennen? Ja, eigenlijk is het makkelijk te beantwoorden. Die grondenrechten kwestie speelt natuurlijk vanaf de diepkoloniale tijd. Ja. Maar het is in de moderne tijd, na de onafhankelijkheid, is het helemaal naar boven gekomen met de actie grondenrechten in 1978. Mm-hmm. En dat was een actie vanuit Albina, met een lange mars van 140 kilometer naar Paramaribo. En het was een protest tegen het ontzien van de inheemse en Maron bevolking. Mm-hmm. En ook met de 3 punt zoveel miljard Nederlandse ontwikkelingshulp. Ja, 3,6 miljard. Dus ja. Toen is meneer Prong, die minister van ontwikkelingssamenwerking was, die was nog hier, hebben ze nog geprotesteerd. En als je kijkt na 44 jaar, anno 2022, mm-hmm. nada, nog steeds geen grondrechten. Nee. Zoveel inspanningen. Zoveel petities. Zoveel petities en nu ook weer een commissie. En je ziet het ook, die commissies, dat noem ik ontpolitiseren. Die commissie die waarschijnlijk die ook goed werk doet, mm-hmm. met mevrouw, ik ben even de naam vergeten, mevrouw Meulenhof nog, aan het hoofd. Ja. Heeft in principe weer goed werk gedaan. Ondersteuning van Maron en inheemse organisaties. Mm-hmm. Ik denk aan de FITS. En dan zie je dat er niks gebeurt. Het is aan dovemans oren. Waarom? Omdat het achterland is 80% van ons land is Sipaliwini. Mm-hmm. En als je nog Brokopondo bijtelt en een stukje van Marowijne, dan kom je op ongeveer 85%. Weet je, daar heb je een heleboel mineralen. Ja. Toch? En die goudkoorts. Ja. Heeft vat gekregen op Suriname, de tweede goudschot, vanaf 1980. En je ziet wat er gebeurt. Dus de kleine goudzoekers kunnen we niet blamen. Mm-hmm. Weet je, en de garimperos. Want, weet je, die mensen willen ook hun brood verdienen. Ja. Maar dus de grote jongens die ook in de top van de politieke partijen zitten. Weet je, dus die gaan hun gang en het milieu wordt verder verontreinigd. Vernietigd, en grondenrechten wordt iedere keer verschoven. Wordt het geschoven naar achteren. Ja. En ik denk, dit is echt een, als je mij vraagt, politiek een nationale schande. Hm. En ik praat niet namens de inheemse. Ik praat namens, weet je, iemand die in de kustvlakte woont. Ik zeg, dit is verschrikkelijk. Je hart bloedt als je ziet wat er gebeurt met het milieu. De kwikvervuiling, de vergiftiging van eigenlijk het basisvoedsel van de bevolking in het binnenland. De mensen die het niet weten, groepen die wonen in het zuiden bij de Lawa-rivier, Kawemakan. Een belangrijk deel van de bevolking, weet je, is verhuisd naar Frans-Guyana. Weet je, wist eigenlijk de kustvlaktebevolking dat de vis die vroeger werd gegeten, dat men nu geen vis uit de rivier meer kan gebruiken, maar dat men visvijvers, zogenaamde aquacultuur, vijvers zijn aangelegd. Dit is alleen vanwege de kwik dus, ja. Dit is werkelijk. En de scallions, we zijn al tientallen jaren bezig met scallions. En voetje voor voetje zeggen ze gaat het. Maar nog steeds het zijn de scallions die eigenlijk. Dit is schandalig. Dus ik zou zeggen, politiek is dit het ergste wat er eigenlijk met de Surinaamse samenleving gebeurt. Ja. En wij worden in slaap gesust. Ja. Weet je, en we worden zoet gehouden met verkiezingen. En ik zeg u eerlijk, opiniepeilingen zijn we begonnen in 1990. En ik doe nog steeds, weet je, af en toe mijn politieke analyses. Mm-hmm. Maar ik ben ook allang gaan changen om te kijken van wat gebeurt er met dat grotere en dat belangrijkere deel van onze democratie. Want verkiezing is mooi, maar verkiezing maar zo'n klein stukje. Weet je, van het kiezen van volksvertegenwoordigers. En het is een momentopname. En ze laten je daarna, weet je, dus liggen. Ja. Weet je, terwijl grondwettelijk, weet je, zou de bevolking veel actiever moeten zijn om te corrigeren. En veel verder te gaan dan wat je dus ziet in social media en discussies. Friends and family. Ja. En friends and family is een stukje van het probleem. Maar het is niet het belangrijkste deel van het probleem. Het belangrijkste deel van het probleem is dat we die fundering om deze samenleving politiek en economisch op de right track te zetten. Dat we iedere keer, bij iedere verkiezing en iedere regering die er komt, missen we als bevolking en als burger missen we die kansen. Kans.
Oké, okay, dan wil ik nog één onderwerp met u bespreken vandaag. En dat is in 2021 is ook de relatie tussen Suriname en Nederland hersteld. Wat zal ons dat opleveren? Nou, ik denk, wat het ons zal opleveren is goede contacten, politiek. Ja. Dus tussen de politieke wereld hier, de regering hier en Nederland. Mm-hmm. Dus weet je, de ambassadeposten, ambassadeurs, weet je, dus zijn ondertussen ook weer in place. Ja. En dan heb je natuurlijk, ik denk, een heleboel Surinamers wonen in Nederland, we noemen dat dus de diaspora. Mm-hmm. Maar ik ben bang dat toch wel veel te veel de nadruk legt op Nederland en dat diaspora kapitaal. Waarvan, om je eerlijk te zeggen, als het diaspora kapitaal naar Suriname komt, dan komt het buiten de regering om. En dat is het geld dat huishoudens overmaken. Ja, ja. En ik heb het zelf in mijn onderzoek, in mijn dissertatie meegenomen. Mm-hmm. Het was voor Paramaribo in de 90er jaren, 1993, was het zo'n beetje 30% van de huishoudens in Paramaribo konden eigenlijk overleven dankzij dus het geld dat vanuit Holland werd gestuurd. Mm-hmm. In de vorm van pakketten of geld. En die overmakingen via geld of goederen, dat is gebleven tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Dus in deze moeilijke tijd, Dus we noemen crisistijd, gaat het nog steeds gaat door. Gaat het door, ja. En dat diaspora kapitaal zoals de regering het wil doen, dus met allerlei ingewikkelde structuren. Om je eerlijk te zeggen, ik zie een heleboel Surinamers en die netwerken echt niet over de brug komen om geld. Eigenlijk, weet je, dus grote sommen fonds, geld als fonds te geven. Ja, ja. En ik denk dat het gaat blijven bij diaspora kapitaal dat vanuit de gewone burgers en kleine groepen is opgezet. Ik zit er zelf ook in. Ja. Weet je, dus de pakketten die worden verdeeld vanuit de wijk waarin ik zit. Ik ga je eerlijk zeggen, een klein deel komt vanuit Nederland, vanuit gezinshuishoudingen. Mm-hmm. Die hebben absoluut geen vertrouwen in, weet je, dus die bureaucratie om, weet je, fondsen te stoppen erin. Dus ik zie dat niet zitten. Ik zou zeggen, als we diaspora willen ontwikkelen, moeten we veel meer gaan, zeker wat de regering betreft, gaan zetten op, weet je, kennis vanuit Nederland, maar ook vanuit Brazilië, de Antillen, de Verenigde Staten. En dan ga je eigenlijk een veel betere fundering kunnen leggen voor dat Suriname ook politiek en economisch op een duurzame trek komt. Oké, okay, we moeten het gesprek beëindigen, meneer Menke. Nog even kort, wat is uw politieke voorspelling voor 2022? Nou, 2022, dus heel concreet, is mijn voorspelling dat zeker met dus technisch met het herstelprogramma, mm-hmm, dat is geschreven en dat op de meeste punten kundig is. Mm-hmm. Met een zekere ondersteuning, weet je, vanuit het planbureau. Maar je ziet ook van buiten de regering eigenlijk getrokken door, weet je, alle lof naar Martin Schalkwijk. Weet je, hij zit niet in de regering, officieel. Ja. En ik denk dat daarmee ook de weg is geopend om, weet je, dus die 690 miljoen van de IMF binnen te krijgen. Ja. Maar we moeten voorzichtig zijn, dus en mijn voorspelling is, we moeten letten op IMF, mm-hmm, die 690 miljoen. Mm-hmm. Institutioneel zijn we niet echt equipped om straks die maatregelen te nemen. Dus de regering gaat werkelijk heel hard moeten optreden. Mm-hmm. Intern, dus binnen de regering, binnen dat staatsapparaat. Ja. Dat te veel is gepolitiseerd. Dus institutioneel zijn we heel zwak om een heleboel maatregelen straks eigenlijk door te drukken. Ja. En twee is, mijn voorspellingen, olie. Als er weer een hit komt in het eerste kwartaal. Gaan waarschijnlijk al, ik denk in het eerste half jaar, gaan dus die grote oliemaatschappijen zeggen go or no go. En als ze zeggen go, zitten we in hetzelfde stramien als Guyana. Mm-hmm. En dan moeten we oppassen dat we ook niet in 2022, weet je, te snel gaan, juichen. Okay. Over goedkope overwinning, want we hebben IMF binnengehaald, 690 miljoen. En nu gaan we dus banen in olie. En ik denk dat dat, weet je, de fundering op zich niet gaat leggen. Het belangrijkste voor 2022, mijn voorspelling is, als we eruit willen komen, die cirkel van 45 jaar, weet je, consensus, regering, dan populisme. Mm-hmm. En dan iedere keer zie je dat we terugvallen. Als we eruit willen komen,
dan denk ik dat de regering Santokki serieus de instituten en de mensen moet betrekken die het uithollen van politiek in Suriname en het uithollen van de democratie, dat we daaraan een einde brengen. De democratie is te veel uitgehold met allerlei instituten. Ik noemde ze net ordening goudsector, heeft niks geholpen. Allerlei andere instituten die in het leven zijn geroepen de afgelopen 45 jaar. Maar als je ziet dat er deskundigheid is binnen en buiten Suriname, dat je die kennis gaat inzetten en ontpolitiseert. Ja. Dus mijn voorspelling voor 2022, we gaan Suriname alleen maar duurzaam op een ontwikkelingstrek kunnen brengen en ook duurzaam politiek stabiel kunnen maken, wanneer we werkelijk het mes gaan zetten in de dingen waar het gezet moet worden. Waar het gezet moet en wat scheef gegroeid is. Ja. En dan niet te vergeten ook de sferen die verwaarloosd zijn. Het achterland, ecologie, milieu. Ja. Ja. Weet je, niet stiefmoedelijk wordt het milieu wordt geruïneerd. Cultuur. Absoluut geen cultuurbeleid. Weet je, regering op regering. Dus ik denk dat we de verwaarloosde gebieden in 2022 dus werkelijk een plek zouden moeten geven. Dus dat betekent regering Santokki, Brunswijk, het roer drastisch omgooien. Okay. En dan denk ik dat we in 2022, weet je, dus de eerste stappen kunnen leggen voor een politiek, maar ook economisch, sociaal en cultureel prachtige Surinaamse samenleving. We zouden nog heel lang door kunnen gaan, meneer Menke. Maar dank u wel voor uw komst vandaag en om het jaar 2021 met ons te evalueren. Tot zover het gesprek met de politiek analist Jack Menke. Ja, graag gedaan.